Typical characteristic sayings. Rotterdam inhabitants are unfamiliar with these. We could translate them, but they would lose their charm. The bottom line is that the people of Rotterdam are hardworking and have a no-nonsense policy. Rotterdam is geboren in 1270. De geschiedenis van Rotterdam gaat bijna 8 eeuwen terug. Rotterdam kreeg stadsrechten in 1340. De stad is platgegooid en weer opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Groen niet groen, dat zijn haar kleuren. Maar nog veel kleurrijker zijn haar 620.000 prachtige inwoners. Rotterdam was born in 1270. The history of Rotterdam goes back almost 8 centuries. Rotterdam receives her city rights in 1340. The city was bombed in World War II and rebuilt afterwards. Green, white, green are her colors. It does not stop at green and white, because Rotterdam has 620.000 beautiful and colorful inhabitants. De delen van de stad zijn verbonden door vele bruggen. De lichtblauwe brug met de asymmetrische pyloon is de Erasmusbrug, ook de Zwaan genoemd. De Zwaan is 802 meter lang en 139 meter hoog. Vlak achter de Erasmusbrug ligt de Willemsbrug. Weer een klein stukje naar rechts, de Hef. De brug is niet meer in gebruik en doet tegenwoordig dienst als monument. Niet veel hier vandaan staat de Van Wienoordbrug uit 1964. Deze witte brug is in 1990 verdubbeld. Several parts of the city are connected by many bridges. The light blue bridge with the asymmetric pylon is the Erasmus Bridge, also called the Swan. It is 802 meters long and 139 meters high. The Willems Bridge is situated behind the Erasmus Bridge. When you move a bit to the right, you will see the Hef. The bridge is no longer in use, but nowadays it serves as a monument. Close to these famous bridges, you will find the Van Wienoord Bridge. This bridge originates from 1964. This white bridge was doubled in 1990. Rechts van de Van Wienoordbrug ligt de voetbaltempel De Kuip. Dit stadion uit 1937 wordt door vele betiteld als het mooiste stadion van Nederland en veel buiten. De voetbaltempel huisvest Feyenoord, de grootste van de drie popclubs die Rotterdam rijk is. Wanneer je kijkt naar het water, zie je de machtige haven van Rotterdam. Tot 2004 de grootste van de wereld en nog altijd met ruime voorsprong de grootste van Europa. Per jaar passeren meer dan 30.000 zeeschepen en ongeveer 110.000 binnenvaartschepen in DMV Europe. En wordt er bijna 450 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Close to these famous bridges, you will find the Van Wienoord Bridge. On the right-hand side of the Van Wienoord Bridge, football temple, De Kuip is situated. This stadium originates from 1940.